19 en 21 september vinden de algemene politieke beschouwingen plaats in Den Haag. Lilian Marijnissen, de nieuwe fractievoorzitter van de SP. Is zij de verwachte frisse wind of is het een boze SP-vrouw? Lilian Marijnissen, een van de weinige vrouwelijke fractievoorzitters. En dat maakt het sowieso wel goed dat zij de fractievoorzitter van de SP is tijdens de algemene politieke beschouwingen. Maar hoe gaat ze het doen? Ze is verbaal sterk. Retorisch is ze heel sterk. Ze gebruikt hele goede voorbeelden. En ze nam het voortouw zoals de afgelopen weken in het debat over de dividendbelasting. Kortom, hoge verwachtingen van deze dame. Wat kan er beter? Grote valkuil binnen de SP is de toch wat bozige SP-vrouw. En van Renske Leijten vinden we het nog altijd prima. Maar let op, Agnes Kant sloeg nog eens door in de debatten. Kortom, let daarop. Heeft u de heer Wilders zien verharden over de afgelopen jaren? Dat niet verharden, maar hij heeft al een paar keer zijn standpunten veranderd. Hè? Op de economie was hij vroeger een hele goede liberaal. En ligt hij nou een beetje naast de SP. En dat vind ik altijd nog merkelijk. Op het gebied van de AOW wel. Dat geldt eerlijk gezegd alleen voor de AOW-leeftijd. Ja. Voor de rest op sociaal terrein heb ik nog niet zoveel kunnen ontdekken. Nee, maar hij wil ontslagrecht niet aanpakken. Buurman, hij wil de sociale zijde. Hallo, komt uw buurman. Hallo. Hallo. Zal ik even... Het woord is aan mevrouw Kant. Ja. Hij stemt met alle emoties mee. We hadden het over macho's. Mag ik ook even? Hallo. Nee, kunt dat ook wel. Vond je dit een leuke video? Vergeet ons dan vooral niet te liken. En wil je meer tips ontvangen? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatinstituut.